TV wordt mede mogelijk gemaakt door Renzi uit zijn bureau en schildersbedrijf Bader in Noordwijkerhout. Ik ben Misha. Welkom bij VVSB TV. Dit is VVSB tegen Hollandia. VVSB heeft zich na de 3-2 overwinning vorige week bij Gemert veilig gevoetbald. Er kan dus vrijheid voetballen tegen de ploeg uit Horen Hollandia met hier het eerste schot van Koen Bosma. En Hollandia daarentegen, dat moet vandaag winnen, wil het überhaupt volgend jaar nog topklasse spelen. Maar hier wordt de bal verspeeld aan Josic, die gelijk de opening ziet aan de rechterkant van het veld bij Koen Bosma. Trekt naar binnen. En schiet dan uiteindelijk zelf en dan laat de doelman nog even los. Maar is het schot niet hard genoeg om Terry Bosma, de doelman van Hollandia, echt te verschalken. Jordi Zwart dan met de vrije trap op de helft van Hollandia, net iets over de middenlijn. Zoekt hij naar de lange mannen waarschijnlijk in het strafschopgebied van VVSB met hier de bal op de lat. En dan via de onderkant van de lat stuit hij net voor de lijn buiten de goal. En was dit de eerste echt grote kans op naam van Frans van Niel van VVSB. Maar de ploeg uit Noordwijkerhout houdt druk op de goal van Terry Bosma. Met hier Nijman met het diagonale schot. Maar Bosma kan weer redden voor Hollandia. En zo is VVSB tot nu toe veel gevaarlijker dan de ploeg gaat horen. Bosma weer. Bosma dan voor de rebound. Wordt hij daar gehaakt? Nou, scheidsrechter wuift van niet. En dus is het geen strafschop voor VVSB. Maar is het dus in de eerste helft alleen maar VVSB dat de druk zet richting doelman Bosma. Met hier weer een schitterende redding op de vrije trap van zijn naamgenoot Koen Bosma. En zo lijkt Hollandia aan de tweede helft beter te beginnen. Is het Ooyendijk die nog voor opruiming kan zorgen voordat Nick Velzenboer überhaupt gevaarlijk kan worden. Maar er moet wat gezegd zijn in de kleedkamer bij Hollandia. Want de eerste helft, ja, het sloeg werkelijk waar nergens op. De ploeg, het leek in ieder geval niet dat de ploeg echt vandaag moest spelen om lijfsbehoud in de topklasse. Maar in die tweede helft begint het hier al beter. Via de spits Robert met het schot richting Kenny Heemskerk. Die niet eens in actie hoeft te komen. De doelman van VVSB neemt na 2 jaar afscheid en gaat volgende week bij Edo spelen. Volgend jaar moet ik zeggen. Maar hier is het alweer Bosma met de vrije trap bovenop de lat. En om een verhaal af te maken is het dus Kenny Heemskerk volgend jaar bij de ploeg uit Haarlem waar hij zelf woont. Edo. Robert dan. Weer met een schot. Ja, ze maken het in ieder geval Kenny Heemskerk, de doelman van VVSB, niet lastig. Ook een wedstrijd die dit in het teken staat van Menno Ooyendijk die afscheid neemt. Maar hier dan de uittrap van Kenny Heemskerk die heel gevaarlijk is. Want hij komt voor de voeten van Duindam en die maakt 1-0 voor VVSB. Bart Duindam is de man die het doelpunt maakt voor de Noordwijkerhouters. Speelt zichzelf uitstekend vrij. En hij is de man die dus VVSB op 1-0 zet. En nu moet Hollandia dus op zoek gaan naar eventueel de gelijkmaker. Via Robert richting Krop. Ingevallen. Ook ex-VVSB nog. Schiet de bal voor alles en iedereen langs. Maar dan is Homan de man die de bal binnen kan houden. Richting Robert met, het zag er mooi uit. Een halve omhaal. Maar de bal gaat ruim naast. En zo komt Hollandia niet veel verder dan dit soort schoten. Die toch ruim naast gaan. En weer is VVSB dat gevaarlijk is via Duindam. Die bijna voor de 2-0 zorgt. De bal gaat maar net over de lat.
En dan dit moment. Menno Ooyendijk neemt na 10 jaar afscheid van VVSB. Heeft de respectabele leeftijd van 36 jaar bereikt en vindt het voldoende geweest. Misschien was wel zijn moment of fame de wedstrijd van vorige week tegen Gemert toen hij de 3-2 in de slotminuten maakte. Iedereen van VVSB komt langs om hem te bedanken voor alles wat hij gedaan heeft voor de club uit Noordwijk-Rijk. En zelfs van Hollandia krijgt hij nog het schouderklopje hier. Onder andere van Mathieu Boot en zojuist ook van Patrick Krop, ex-VVSB'er. En allemaal weten ze wat deze man heeft betekend voor de ploeg uit Noordwijkerhout. Stefan Immerziel is degene die hem vervangt. En Gerard Heemskerk, die staat al klaar. De voorzitter van VVSB, die staat al klaar met de bloemen. Die wat ons betreft natuurlijk verdiend zijn voor Menno Ooyendijk. Hij bedankt het publiek. Het publiek bedankt natuurlijk ook hem. Handjes van Robert Marijnen. En natuurlijk zijn maatje Marcel IJzendoorn. De assistent-trainer eerder van VVSB. En nu de hoofdtrainer natuurlijk van de Noordwijkerhouters. De twee werden 10 jaar geleden door de toenmalige trainer Robert de Ruiter naar VVSB gehaald. En zijn destijds altijd maatjes gebleven. Robert dan misschien nog voor de eerste kans. Echt de grote kans voor Hollandia als die bal op de lat uiteindelijk nog terecht komt. Maar dichterbij komt Hollandia nog steeds niet. Dichterbij de gelijkmaker. Jozic. Dat doet hij mooi. Wipt hem over Jordi Pique. Immerziel naar Duindam. Hoek dan met de laatste kans voor VVSB. Hoek met het schot. En zo wint VVSB met 1-0 van Hollandia. Menno Ooyendijk en de trainer Marcel IJzendoorn. We gaan even 10 jaar terug in de tijd. Jullie kwamen hier samen bij VVSB. Hoe is dat gelopen, Menno? Dat is wel een tijd geleden. Ja, dat is hartstikke goed gelopen eigenlijk. Met Marcel de goal en ik daarvoor. Dus ja, dat ging goed en dat was leuk. En ja, nu staan we hier, joh. Dus dat is wel weer een aparte verhaal. Waren jullie toen al een onafscheidelijk duo, Marcel IJzendoorn? Nou ja, we hadden vanuit het Leidse kennen we elkaar natuurlijk. En we hadden 2 jaar bij RCL gespeeld. En vooral ik met het idee om af te bouwen. Menno zat natuurlijk heel veel potentie nog in. En ja, Menno was eigenlijk de eerste die de stap zei van ik ga naar Noordwijkerhout. En later ben ik meegegaan met hem. We hebben in verschillende media eigenlijk ook al gelezen dat jij toch wel hier iets bij de club wil gaan doen, Menno. Ik zie wel weer een nieuw duo aankomen. Ja, Peppy en Kokkie. Nou ja, dat is nog kijk in de toekomst. Ik ga nu, wat ik al heb gezegd, wat meer thuis concentreren. Wat dingen wat ik ook al leuk vind, Boudens voetbal. En, maar goed, net zoals vandaag kriebelt het toch weer. En vind ik toch wel zonde om zo even het veld af te lopen. Maar goed, de keuze is gemaakt en ik sta er nog steeds achter. Dus. Je kreeg 5 minuten voor tijd in de publiekswissel. Was het een mooi moment? Ja, zeker. Vorige week had ik eigenlijk wel het, tenminste dit is mooi voor het thuispubliek en voor de mensen die VVSB lief hebben. Vorige week was natuurlijk, dat was helemaal speciaal en dat maak je 1 keer mee. En de afscheid dat maak je ook 1 keer mee en ja, om het al, einde story, dus prima zo. Is Menno Ooyendijk misschien de soort André Ooyer als die toen voor Ajax is geweest een aantal jaar geleden? Nou ja, je weet nooit hoe André Ooyer in de groep bij Ajax heeft gefunctioneerd. Maar Menno is een van de spelers die ik vanaf januari in vertrouwen heb genomen om een goed resultaat met VSB te gaan behalen. En hij heeft me geen dag in de steek gelaten, eigenlijk geen seconde. En als je ziet hoe hij vandaag speelt, ja, het is bijna zonde dat hij stopt natuurlijk. Want hij speelt naast Jordi gewoon een dijk van een wedstrijd en wint al zijn duels. En alles is gewoon op een top verzorgd. Zijn jullie nou inmiddels Leidse Noordwijkerhouters of Noordwijkerhoutse Leienaar? Nou, je moet nooit je roots vergeten natuurlijk, maar het zit bijna 50-50 wel. VVSB TV wordt mede mogelijk gemaakt door Renzi uit zijn bureau en schildersbedrijf Bader in Noordwijkerhout.